We zijn vandaag in Waardhoven en het is de opening van de Kunst- en Cultuurweek. En ik ben heel benieuwd wat er te doen is. Kijkt u mee? Wat gaat er gebeuren deze week? We hebben een heel programma opgesteld voor de bewoners. Vandaag wordt de feestweek feestelijk geopend in alle huiskamers. Daar is een vrijwilliger met een gitaar en een personeelslid die zingt mee. En we hebben een medewerker die speelt met panfluit. En daarbij delen wij alle flyers uit wat er heel de week te doen is, zodat alle bewoners daarvan op de hoogte zijn. En vanmiddag komt Tony Netten. En die komt het groots openen in de grote zaal. Dat is voor alle somatische bewoners. Prima. En wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, dinsdag hebben we eten. Het thema eten. Daar komt iemand van het facilitaire medewerker. Komt allemaal kleine hapjes aanbieden. Over de hele dag. En 's avonds is het uit eten in eigen huis. Ja, daar zag ik een flyer van hangen, volgens mij. Prima. En ik zag, ik heb hier toevallig de flyer bij jullie klaargelegd. En vertel maar, kun je nog meer vertellen wat er op woensdag gaat gebeuren dan? Woensdag staan de gedichten centraal. Alle afdelingen worden bekleed met gedichten, gedichtenboekjes, poëziealbums van bewoners van vroeger. En de medewerkers hebben allemaal een t-shirt aan met een gedicht erop. Dus je kan er echt niet omheen om de gedichten die dag. Prima. En donderdag? Donderdag is de kunstdag. Dan gaan we boetseren. Beneden in de hal worden, gaan ze schilderen. De bewoners en familieleden die het willen, die gaan een schilderij maken. Workshops worden er gegeven. Prima. En vrijdag? Ja, dan is het oud of fout. Dan kunnen bewoners met spulletjes van bijvoorbeeld vroeger naar beneden. En dan komen kunstenaars het bekijken. Hoe oud het is en of er een verhaal achter zit. Super. Nou heb ik ook nog gehoord dat er op zaterdag nog iets bijzonders is. Wat komt er zaterdag? De open dag. 'S middags is er ook nog leuke activiteiten voor kinderen. Om 2 uur gaat de blonwedstrijd van start. Dan kunnen de kinderen een blon oplaten. Dus ja, heel de dag is mooi gevuld. Maar zijn dan ook alle spullen nog te zien die de mensen hebben gemaakt? Of dat er allemaal nog klaar ligt? Of zijn die dan weer opgeruimd? Die zijn dan weer bij de bewoners zelf. Oké, dus dat niet meer. Nee. Prima. Nou, wij gaan zo de opening meemaken met wat er allemaal te doen is. En dan loop ik met jullie mee. Als jij eens wordt mijn vrouw. En een applaus voor jezelf. Ik ben even benieuwd, in welke groep zijn wij nu? We zijn nu op een somatische huiskamer. Oké, en welke bewoners, hoe heet deze huiskamer? Deze huiskamer heet Mathena. Ben ik even nieuwsgierig naar, voor de mensen thuis natuurlijk. Ja. En we hebben net de opening gehad. En ik ben heel benieuwd, hoe zie jij het? Wat vinden de bewoners ervan? Wat ze gaan doen? Ja, erg leuk. Het is natuurlijk de kunstweek. Dus van verschillende items komen aan het bod. Zoals vandaag muziekdag en gedichten komen nog. En lekker eten staat centraal. En de mensen die kijken er naar uit. En wat is jouw taak erin? Zoals vandaag was muziekdag. Dus onze taak om dat te organiseren vandaag eigenlijk.
Oké, en je hebt geen speciale taak gehad vandaag dat je muziekinstrument mag bespelen? Nee, dat kan ik niet. Maar ga jij deze week dan wel iets heel speciaals doen? Nou ja, vanmiddag komt er iemand optreden. Dus dan gaan we zorgen dat alles klaar staat, dat de mensen naar beneden gaan, dat het bekend wordt. Okay. Dat is eigenlijk dat. Oké, en weet je ook wat de mensen ervan vinden? Vinden ze het leuk dat het allemaal gaat gebeuren? Ja, ze vinden het heel erg leuk. Vandaag hè, is de muziekdag. Wat vond u ervan? Mooi. Ja, houdt u van muziek? Ja, graag. Ja? Wat is uw favoriete muziek dan? Heeft u iets? Ja, zowel geestelijk als andere. Oké. U bent christelijk, begrijp ik? Ja, dat is... Mooi. Ja. Maar als u heeft u vroeger ook een muziekinstrument bespeeld? Nee, nooit. Dat nooit gedaan, ja. Oké. Dus, en morgen zag ik bij u, is er eten? Is er iets dat u zegt, nou, daar heb ik nou zin in? Voor morgen met de hapjes. Dat niet speciaal. Het is allemaal lekker hier. Ja. Stoopeertjes. Oké. Nou, dat hoop ik dan voor u deze week. En ik zat al verder te kijken. Gedichten, kunst, oud en fout. Komt u vrijdag nog naar oud en fout? Heeft u nog spulletjes? Een poëziealbum, heeft u die nog bewaard? Maar niet hier. Oh, dat is jammer. Nou, en gaat u me vragen of ze hem willen meenemen voor u of niet? Nou, dat weet ik niet of dat die mogelijkheid er is. Oké. Mijn spullen zijn opgeslagen, want mijn huis is weg dus. Oké. Ja, dat is dan altijd jammer, hè? Het zou wel ergens in een kast zitten of wat ook, maar ja, daar kreeg ik niet bij. Nee, dat is waar. Heeft u helemaal gelijk in? Hem wel, ja. U heeft hem nog wel, in ieder geval. Ja. Een goede herinnering aan, begrijp ik. Ja. Dus. Helemaal, ja. Oké, fijn. Nou, dan hoop ik dat u een hele fijne week heeft deze week. Houdt u ook zo van muziek? Ja. Ja, prachtig? Ja. Mantovani. En de Piaf. Dat zijn uw favoriete muzikanten? Ja. Oké. En heeft u zelf een muziekinstrument bespeeld? Nee. Ja, wel do, re, mi, fa, sol. Oké. Toen moest ik werken. Dat is al een piano. Ja. En dan stiekem niet werken, maar 1, 2, 3. Deed u dat op de piano? Ja. Bij die mensen waar u werkte thuis? Oh, dus u had eigenlijk had u een paar pianocarrière gewild? Nee hoor. Dat niet, helemaal niet. Nee, en heeft u nog een poëziealbum? Heeft u die ooit gehad? Wel gehad, ja. Dat wel. Zou we verdwenen zijn. Dus ook al. Want woont u hier al lang? 4, 5 jaar. En heeft u het naar uw zin? Ja. Ja? Prima. Nee, zin heeft nooit eens. Nee. Oh, echt niet? Ik ben liever naar je eigen. Maar ja, Okay. Ga niet meer. Nee, maar het is toch ontzettend gezellig, zo'n feestweek. Vooral hier. Ja? Zijn ze lief allemaal? Zorgen ze goed voor u? Allemaal, ja. Ja? Allemaal lieve verzorgsters, begrijp ik. Prima. En waar kijkt u nou het meeste naar uit in deze week? De hapjes. Hoe vond u het zo, de opening van deze feestweek? Nou, we moesten een beetje lang wachten, maar voor de rest vond ik het leuk. Ja? En houdt u ook van muziek? Ik hou er wel van, maar ik heb totaal geen muziekkennis. Nee, helemaal niet. Dus u vindt alles mooi? Nou, dat is weer strak gezegd. Ja, ik heb een tong die doet niet mee. Oké, ja, dat kan. Oh, dat geeft helemaal niet. We kunnen het goed verstaan, hoor. Ja. Ja, hoor. Gaat prima. En deze week, als u kijkt naar wat we allemaal gaan doen. U gaat morgen lekkere hapjes, de gedichten, kunst, oud en fout. Is er dan iets wat u extra leuk vindt? Oh, om zo gauw even te zeggen, nou. Dat vind ik een beetje moeilijk, hoor. Ja? Ja. Is het niet dat u zegt van, nou, op die dag, daar heb ik nou extra veel zin in? Nee, dat kan ik niet vooruit zeggen. Dan krijg ik misschien de beroerdste dag die er is. Oh echt? Dan is het dan gelijk het minst leuk, begrijp ik van u. Dan denkt u dat zal de minst leuke dag zijn dan, als dat waar u het meest naar uitkijkt? Ik kom altijd maar een beetje op de achtergrond. Oh echt? Oh heerlijk. Nou, hartstikke goed. En heeft u nog een poëziealbum? Ja, die heb ik wel, maar niet hier. Ook niet hier? Die zit ook in het oude huis wat nog te koop staat. Echt waar? U heeft uw huis nog te koop staan? Nog niet verkocht? Want u woont hier nog niet zo lang? Nee, ik kom uit Dordt. Oké. En u bent u pas komen wonen dan? Hier? Ja. Nou, dat is pas een jaar geweest. Oké. En uw spulletjes zijn nog niet allemaal opgeruimd, begrijp ik? Want de taxateur die zegt, je moet nooit een huis wat je
verkopen wil, leegmaken. Moet je nooit doen. U heeft helemaal gelijk. Je moet hem laten zien zoals het is. Ja, u heeft helemaal gelijk. En dan de boel beduvelen. Nou, dat valt wel mee hoor. Dat doen wij allemaal. Hè, dan. Ja. Prima. Nou, ik wens u een hele fijne week toe dan. En dan hoop ik dat er iets wat extra leuk is voor u. Ja, nu gaan we eens kijken wat ze erboven van vinden. We zijn hier bij de afdeling De Graafstroom, huiskamer Gijbeland. En we gaan zo eens kijken wat hier binnen gebeurt. Waar gaan we nu precies naartoe? Naar afdeling de Oude Maas. Dat is een revalidatieafdeling, dus daar gaan de mensen weer naar huis. En die doen ook mee aan de Kunst- en Cultuurweek. Dus daar gaan we ook wat optredens geven in de huiskamer om de week te openen. Heeft u zin in de feestweek? Zin? Ja, niet bijzonder veel zin in de feestweek. Weet u al wat er gaat gebeuren? Nee. Heeft u nog geen foldertje gehad, begrijp ik? Nee. Nou, zal ik u iets verklappen? Ja. U gaat vandaag, krijgt u zo muziek te horen. Morgen komt er eten. Dan gaan we woensdag gedichten. Donderdag kunst. En vrijdag out of fout. Zit er iets bij wat u denkt van dat vind ik nou leuk? Nee, niet extra leuk? Out of fout misschien. Ja, want heeft u spulletjes zie je van u thuis? Want u zit hier tijdelijk, of niet? Nee. Nee, heeft u niks meegenomen van thuis? Ik woon in Sliedrecht. Er is van deze week is de Kunst- en Cultuurweek. Een hele bijzondere week. Waar denkt u dan als u aan kunst en cultuur denkt? Ja, ik ken kunst. Aan schilderijen misschien, of niet? Ja, aan de muur, daar kijk ik. Ik ben niet zo... Daar bent u niet zo van? Nee. Nee? En van muziek nog? Ja. Houdt u van muziek? Ja, wel van muziek en niet die... Opera of... Ook niet zo? Nee. Nee? Ja, en bijzonder. Dat geeft helemaal niet. Heeft zelf ook nooit een muziekinstrument bespeeld? Nee. Nee, dat niet? En lekkere hapjes, dat hoort ook wel bij kunst en cultuur. Bent u daarvan, van lekker eten? Nou, lekker eten. Zoek een bakje op. Maar meer toch ook nee? niet. Nee, ook geen bijzondere lekker eten? Nee. Helemaal niet? Ja, dat kan toch ook? Smaak maar alles. Oké, alles vindt u lekker. Ja, nou, is het. Ja, dat is toch prima? Nou ja. Ja. Hoef ik niet te kiezen. Nee, nou, dat is hartstikke goed. Maar dat is deze week. Deze week gaat u allemaal leuke dingen doen. Speciaal met kunst en cultuur. Ja. Ja? Een fijne week dan toegewenst. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij die waterkant. Daar bij die waterkant. Daar bij die waterkant. En ik heb jou voor het eerst ontmoet. Daar bij die waterkant. Daar bij die waterkant. En ik vroeg of jij mij kussen wou. Daar bij die waterkant. Daar bij die waterkant. Daar bij die waterkant. En ik vroeg of jij mij kussen wou. Daar bij die waterkant. Daar bij die waterkant. Je kreeg een kleur en zei nee. Hoe kom je op het idee? U bent beslist abuis. Maar na verloop van nog een jaar werden wij een paar. En stonden we samen op de stoep van het stadhuis. Ik heb jou voor het... Ik wil u hartelijk bedanken. Heel graag gedaan. Ontzettend leuk. Gedaan. De feestweek is geopend. Ja, en ja. Een fijne dag nog. En jullie gaan denk ik pauze houden of niet? Ja, wij gaan even okay. pauze houden. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Dit was Actueel voor deze week. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.